Basisschool Het Otterke in Beek en Donk krijg je donderdag bezoek van Sinterklaas en twee Pieten. Ze werden in de zaal door de kinderen verwelkomd. De goedhartige man sprak de kinderen toe en na het zingen van een paar liedjes gingen de kinderen weer terug naar de klas. Ook hier kwamen de goedhartige man en zijn Pieten langs. Gelukkig had de Sint zijn schoenen weer en vroeg hij aan de kinderen wie zijn veters kon strikken. En ook hier werd weer gezongen en kregen de kinderen een snoepzak. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. En goedemorgen Sinterklaas en de Pieten. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Had u nog niet ontbeten vanochtend, Sinterklaas? Of Sinterklaas en de Pieten nog genieten van een heerlijk ontbijt, is het misschien wel heel leuk als wij even voor de Sint en de Pieten nog een leuk liedje zingen met z'n allen. Doet u dat normaal gesproken altijd zelf of heeft u een Piet die dat voor u doet? Sinterklaas kan natuurlijk ook zelf strikken, hè? Maar soms doet het ook Piet, hè? We klimmen op het dak, langs de regenpijp naar boven, met cadeautjes in hun zak. Ik kan op het dak, het stormt en het regent, ik ben doorvang. Dus, doe je best. Ik wel, ik kan niet helemaal, want je hebt een stukje helemaal. Ja, dus ik kan lang. Ja, kijk, helemaal goed. Super. Een kussentje maken hebben al kinderen gedaan en heel veel dingetjes hier vallen, maar ook feestjes. Mag wel harder.